Ja, place to be. Ik was lekker buiten, maar mevrouw Halsema is net binnengekomen. Ik heb haar aangesproken. Ik zeg, ken je mij nog? Ja, ik weet wie je bent, maar ik wil niet met je omgaan. En ze keek heel erg arrogant. Ze is nu even op het toilet hier. Ik heb gezegd, hebt u Klaus Schwab al gezien? Hij is in Nederland gisteren gesignaleerd. U werkt toch ook voor hem? U staat toch ook op zijn lijst? Dus ja, jammer weer die arrogantie. Maar ze is hier en ik zal toch even een boodschap moeten doorgeven namens het Nederlandse volk. Dat wij geen WEF-burgemeesters willen of regio-burgemeesters bij het WEF. WEF is ja, puur evil, puur Satan, puur slechtheid, puur vernietiging van al het goede wat Nederland ooit heeft gehad en zou kunnen hebben. Dus daarom ben ik hier om even die boodschap door te geven. Het gaat over wapens. Ga jij filmen? Waar? Ik mag hier filmen, toch? Jij moet die toestemming geven. Ik mag ongevraagd filmen, hè? Sfeerimpressie. Ja, sfeerimpressie. Ik wil alleen een boodschap doorgeven namens het Nederlandse volk. Ik zal haar niet filmen, ik film mezelf. Dat was mijn vraag. Ja. Dus ze had gewoon ja of nee kunnen zeggen, maar oké, top. Nou, maar ik wil haar wel filmen, maar jij zegt dat mag niet. Nee, binnen mag je niet zonder toestemming mensen filmen, anders krijg je die ellende. Dat klopt, ja, dat heb ik wel eens gehoord, ja. Oké. Ik zal alleen een boodschap doorgeven. Ja, dat is wel zo. Er zijn bepaalde huisregels hier. Nou, misschien, wat zou ze allemaal op het toilet doen? Even een lijntje nemen? Je weet het niet, hè? Ze worden niet gefouilleerd bij binnenkomst. Ja, even wachten, mensen. Ja, Extinction Rebellion mag meestal 2 uurtjes mogen ze op de snelweg zitten. En dan worden ze verwijderd. Dus ik ga zo meteen even kijken hoe die verwijdering gaat. Of er veel geweld wordt gebruikt. Ja, even observeren of de ME al een beetje vermoeid begint te worden. Een beetje geïrriteerd. Het is een mooie dag, een anti-Klaus Schwab dag. En ja, weer mooie gesprekken hier gehad. Tineke doet het ook weer hartstikke goed. Dat is ook fantastisch. Ja, goede ondersteuning gehad van Bas ook. Ja, nu is hier een gesprek over wapens en jongeren. Nou, dat is een gigantisch groot probleem. Ik heb altijd gezegd, zolang mensen gewoon muziek kunnen uitbrengen, videoclips, films met grof geweld, met wapens, het verheerlijken ervan. Van de maffia, weet je, mokromafia en zo, dat soort mensen. Nou, ik ga even doorgeven aan Femke Halsema. Ik wou nog 1 ding zeggen namens het Nederlandse volk. Wij willen niks met Klaus Schwab te maken hebben. Dit is geen democratie. Daar loopt ze. In het blauw is heel Halsema. Ik heb er niet gefilmd, ik heb alleen gezegd, we willen niks met Klaus Schwab te maken hebben. En dat is ook feitelijk gezien, wat moet ik hier anders komen doen? Bekvechten over wat de beste oppositiepartij is, dat is helemaal niet relevant. Het is een dictatuur, een totalitaire staat van het WEF, WHO, Europese Unie. Dat zijn de speerpunten, mensen, en de multinationals. Daarvoor ben ik hier. Niet om te kijken wie het beste kan debatteren of wie het beste opkomt nog voor de Nederlandse belangen. Want het staat allemaal buitenspel. Dus hier heb je nu een lezing of een bespreking, meerdere factoren, meerdere inzichten. Wat ik net al zei, waarom lopen jongeren met wapens? Ze zijn bang, het is zelfbescherming. Ze worden gek gemaakt door drill, rapmuziek, andere vechtersmuziek en gewelddadige muziek en films en filmpjes. Erbij willen horen, stoerdoenerij, indruk willen maken omdat de ouders vaak geen tijd hebben voor hun eigen kinderen om een beetje liefde en aandacht te geven. Dus het probleem begint al bij de social media en bij de muziek en bij de films en bij de verheerlijking ervan. Ik heb laatst ook gesproken met een van de regisseurs of in ieder geval een van de leiding van de serie Mokromafia. Dat was ook bij Septimius Award, waar ook Sound of Freedom aanwezig was. En die ook de award heeft gewonnen waarvoor ik daar was. Ik zeg tegen hem, gaan jullie ook nog wel eens een keer de keerzijde van de maffia laten zien? Miljoenen doden per jaar door drugsgebruik, maar ook door drugshandel. Door alle gerelateerde geweld en bendeoorlogen wereldwijd. In Nederland valt het dan nog wel mee als je kijkt naar die Midden-Amerika, Zuid-Amerika landen. Gigantisch veel geweld, oorlog, vreselijke dingen wat gebeurt. Drugs gerelateerd. Plus, ik zeg, hoeveel mensen beëindigen, komen niet in de gevangenis terecht omdat ze voor de maffia werken of omdat ze voor de drugswereld werken. En ja, dat wordt ook niet belicht. Dat soort dingen, weet je, en dat is gewoon super pijnlijk. Hallo, goeiedag.
Dus ja, daar gaat het al mis, mensen. Het is zo'n soort van propaganda. Ook heb ik een keer een documentaire gezien over Amerika. Dat ze zeiden, het was heel opvallend. We hadden eerst best veel wapens in de buurt. En toen op een gegeven moment kwam er een switching point. En toen hadden ze oneindig veel wapens in de buurt. Het was zo goedkoop om aan een wapen te komen en munitie. En toen zeiden ze ook in die documentaire, wat is nou eigenlijk de bedoeling hiervan? De bedoeling is dat mensen elkaar uitmoorden. Dat was gewoon de bedoeling. En daarom creëren ze ook verschillende rivaliserende bendes. Motoclubs, dat zie je natuurlijk ook bij de voetbal, heel veel rivalisering. Omdat de elite dan buiten schot blijft. Zodat hier geen aandacht is voor wat hier gebeurt en bij de elites. Omdat ze elkaar aan de onderkant, hè, de 99%, lopen te bevechten en lopen concurreren. En dat is ook controlled opposition, dat is infiltreren. In eventuele bewegingen die samen kunnen gaan binden met een grote bereik en met een grote achterban. Daarvoor creëren ze al dat geweld op straat ook. Het wordt gewoon, wordt niks tegen gedaan. Het wordt alleen maar erger. Dat is het. Dat is wat je hoort en dat is wat je ziet. Geweld wordt verheerlijkt. Wapens worden verheerlijkt. Mensenhandel wordt verheerlijkt. Hè? Dus ja, pooierschap. Vrouwen prostitueren, het gebeurt. Ook jonge dames, het gebeurt gewoon. Dat zie je in de documentaires, dat er heel veel misgaat in Nederland. Mensenhandel, slavernij, geweld. Ja, en daarvoor gaan ze nu discussiëren. Ja, dat is altijd mosterd naar de maaltijd. En ze komen vaak niet tot de kern van het probleem. Hè? Waarom zijn mensen zo gefrustreerd? Waarom zijn mensen zo agressief? Waarom zijn mensen zo achterdochtig? Ook het drugsgebruik in combinatie met die muziek. Ja, dat zorgt voor hele gekke dingen. Ja. En dus dat zei ik tegen die man van de Mokro Mafia serie. En hij zei, ja, ik weet het, maar ik zeg, ben je wel eens in de gevangenis geweest? Weet je wel eens hoe dat is? Kan je dat ook even daar een serie over maken of een aflevering? De keerzijde van dit hele verhaal. Want jullie lijken het een beetje te verheerlijken, als het of allemaal zo bijzonder en sensationeel leven is. Terwijl heel veel van die mensen ook zelf aan de druk zitten en helemaal niet gelukkig zijn en continu achterdochtig zijn. Elke keer bang zijn voor de justitie, bang zijn voor de rivaliserende bendes of gangs. Of rivaliserende maffia. Het lijkt allemaal heel wat, die dure auto's en al dat geld, maar uiteindelijk heb je nooit rust. Dat is ook wat ze zelf zeggen, we hebben nooit rust. We leven altijd met stress en angst en altijd met vijandschap. Nou, hier ben ik niet echt ver gekomen met het contact met Femke Halsema. Ik had gehoopt dat ik haar buiten kon aanspreken, maar ja, ik dacht dat ik haar binnen hier zag zitten. Dus daarom ben ik naar binnen gegaan, maar blijkbaar was dat iemand anders. Ik zag het niet goed vanuit buiten. Ik ga weer naar buiten. Ik ga even bij Extinction Rebellion kijken hoe dat gaat. Nou, in ieder geval genoeg weer gezegd over deze hele discussie hier. Over jongeren met wapens. En wapengeweld en de escalaties daarvan. Begint gewoon bij de realiteit. Het verheerlijken ervan in muziek, films, wat ik net zeg, documentaires. En ronselingen. Er vindt ronseling plaats. Geld ook, hè. Nou, daar loopt weer iemand cheer te groot, maar binnen zal ik hem niet filmen. Ik heb hem wel aangesproken al een paar keer, ook paternotte. Maar ze willen niet met mij in gesprek, net als Femke Halsema helaas. Ze blijft burgemeester, dus dat is alweer een groot verdriet. Althans, ik weet niet wie nog een stokje voor kan gaan steken. Tot later mensen, fijne dag allemaal. Komt goed, we blijven actief, we blijven alert. En we zijn hier volop mee bezig, dus in de Tweede Martelkamer. Het gaat alleen maar even over de World Economic Forum agenda. Het gaat om het WHO agenda. Het gaat om de Europese Unie agenda, mensen. Dat moet hier besproken worden. En alles eromheen is feitelijk nu niet zo relevant. Die agenda's moeten verboden worden. De mensen die daar aan meewerken moeten gearresteerd worden. Moeten vervolgd worden. Moeten per direct op non-actief worden gezet. Dan kun je verder gaan douwen aan andere dingen. Eerst de hoofdzaken aanpakken en dan de bijzaken. Tot ziens mensen, tot straks.